Kracht. Dit is juf Lana. En meester Tim. En vandaag gaan wij de tafelgames doen. Maar dit heb je als eerste nodig. Een tafel. En tape. En magneten. En pingpongballen. En bekertjes. We gaan zo direct shoelen. Een shoelspel doen. En heb je nou geen shoelbak, dan kan je het dus op de volgende manier doen. Je plakt bekertjes met de tape aan de rand van de tafel. En je gebruikt de magneten of als... Ja, of andere dingen. Je kan natuurlijk ook kartonnetjes knippen. Je kan... Munten. Je kan ook met koekjes schuiven. Kan ook nog. Kan ook. En dan kan je je mond bij de tafel houden. Ja, dan kan je zo... Ja, dat is best wel chill, lijkt mij. Ja. Maar in ieder geval dus iets wat rond is en wat schuift. En... nou, wat is het spelletje? Het is eigenlijk een spelletje. Je kan het met z'n tweeën spelen. Je kan het in je eentje doen. Met z'n tweeën is wel leuker. Want je kan bijvoorbeeld een beloning voor elk bekertje doen. Dat kan je nu even niet, maar dat kan je natuurlijk doen. Of met punten werken. Of met punten werken, dat kan ook. En je gaat gewoon om en om eventjes proberen in de beker te schuiven. Mooiste punten. Mis! Ja! Je kan minder bekertjes hangen, je kan als beloning of een straf, bijvoorbeeld dat ik dan 10 keer moet opdrukken ja. Of zo als die raak is. Nou, dat soort dingen kan je doen. Ik wens jullie veel succes. En we gaan naar de volgende. Yes. Nu gaan we het spelletje waterpong spelen. Als eerste heb je nodig pingpongballen en je hebt een paar bekertjes nodig waar je een laagje water in doet. Want waarom drinken we water? Omdat het gezond is. Gezond en ook goed om... genoeg te drinken. Eigenlijk moet je minimaal 2 liter per dag. Weet je dat de meeste drinken? Nee, dat wist ik niet. 2 liter, dat lijkt echt heel veel. Maar eigenlijk... Is het heel weinig? Is het heel weinig. Nee, nog bijna 2 liter. Ja, precies. Jij 1 en ik 1. Ja. Nou, oké. Okay. Hey, we gaan beginnen. Wat moet je doen? Het balletje moet 1 keer op de tafel stuiten. En dan bij de ander proberen in het bekertje te... Ja, te komen, dus te raken. Mag je 2 keer stuiteren? Nee. Oké. Okay. 1 keer stuiteren. En wat als ik 2 keer stuiter? Dat telt hij niet. Okay. Dan haal ik pingpongballetje eruit en dan begin je gewoon. Ja, dan is de ander weer aan de beurt. Oké. Hey, en als ik bij jou raak, moet jij het opdrinken. En degene die als eerste alle bekertjes heeft weggespeeld van de ander. Mm-hmm. Dus als jij al je bekertjes hebt moeten drinken, dan win ik. Nee. Ja. Oké. Okay. Zeker. Maar ik wil wel winnen, want ik wil zo drinken. Ja, maar ja... Oh ja. Dus dat is een beetje moeilijk, ja. Okay. Nou, starten. Oh, veel te hard. Doen we er 2 tegelijk? Ja, 2. Dat moet je natuurlijk vooraf natuurlijk wel afspreken met je mattie. Nou, ik mag 2 keer. Ja, sorry. Ik ben te enthousiast. Oeh, dat was echt bijna. Dat was op de randje. Ja! Ah! Ah, eerst drinken. Zo. Yes! Ja! Ja! Mag ik een balletje aan de hand brengen? Oh! Ja! Even een balletje.
Jij hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ai. Gaan we door naar de volgende tafelgame. En dat is de stapelchallenge. In China doen ze dat heel veel. Daar doen die kinderen die doen dat echt zo. En dan echt binnen 3 seconden of zo. Ja. Echt super knap. Dat gaan wij ook proberen. Ja, maar ik heb geen vertrouwen in jou. Nee, ik ook niet in jou. Nee, weet ik. Zorg wel dat je even een timer hebt hiervoor. Want dan kan je de timer bijhouden. Bijvoorbeeld op je telefoon of op de telefoon van je ouders. Daar zit altijd een stopwatch op, dus dat moet goed komen. Ja, of iets anders. Succes. 3, 2, 1, start. En weer op. Aan. 6,9 seconden. Tjonge jongen, dat is veel te lang. Ik ben benieuwd of jij het beter kan. Nee. 3, 2, 1, go! 5,5. Maar hij wilde wel af. Oké, hey, strafseconde. 6,5. 6,5. Yes! Heb je nog gewonnen? Nog een keer. Dan zien we jullie volgende keer weer bij een nieuw filmpje van Regiekracht. Doei! Doei!